Een goedemiddag, dames en heren. Vandaag kijken jullie naar Wijse Amsterdam. En vandaag zijn wij in de Amsterdamse Zuidoost. En het is maand september. September is een maand dat je bewust omgaat met je geld. Normaal is het september, nu is het stektember. En stekken betekent eigenlijk geld opsparen. En ik ga kijken of de mensen in Amsterdam Zuidoost dat doen. Kom snel mee, want anders mis je veel. Let's go! Ik ga je gelijk een vraag stellen, niet schrikken, maar wat zijn jouw uitgaven voor deze maand september? Ik denk deze maand 7 donnies of zo. Schatting, 400. Laten we zeggen 500 euro's. Maar broer, weet je wat stektember is? Ja, die ding van Defano, man. Eigenlijk is het vrij simpel. Je hebt 50 euro budget voor de hele maand. En dat betreft luxe, voor luxe. Dus je kan geen kleren kopen, drankjes doen, naar de bios. Die dingen vallen dan van je budget af. En je moet het eigenlijk gewoon zien te redden met die 50 euro. En het is een maand van bewustwording. Beter met geld omgaan. En we proberen gewoon de beste versie van onszelf te zijn deze maand. En besef je wel dat er mensen zijn die maar 50 euro elke maand hebben te besteden. Dus hun hebben geen één keer per maand stektember. Hun hebben elke maand stektember. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het jammer voor hun, man. Ik vind het jammer, ja. Wat kan je eraan doen? Ja, het is wel moeilijk om te leven, man. Je toch, iedereen moet overleven. En als je zo krap zit, dan is het echt moeilijk om echt je ding te doen. Of echt gewoon zorgen dat je altijd eten hebt en te voeden. Dus je moet echt verstandig uitgeven. Ja, ik vind dat weinig. Weinig? En waarom? Ook vooral als je kinderen hebt, weet je, je hebt altijd onvoorziene uitgaves. Misschien gaat de schoen kapot. Kinderen hebben veel eten nodig thuis, weet je. Het kost toch wel, elke dag geef je wat uit. En ik vind dat mensen in de schuldsanering, dat ze wel wat meer te besteden mogen krijgen. Misschien 100 euro of zo, denk ik, kom je wel mee rond. Hij is hard, man. Daarom, kies goed. Doe geen domme dingen. Ik vind het knap dat ze het zo kunnen volhouden. Ik zie het ook gewoon bij mijn werk. Je ziet het ook bij je werk? Ja, dat mensen 50 euro krijgen. En ik vind dat echt weinig. En hoe gaan hun ermee om eigenlijk dan? Ja, heel zuinig. En echt opletten met hun uitgaves. Dit is gewoon live. Leven is taai soms. Voor sommige mensen taaier dan anderen. Ja, gelukkig zijn wij gezegend dat het wat beter gaat. Maar ik bid voor ze. De mensen vragen zich af, hoe zit het eigenlijk met jouw budget? Zit jij wel nog eigenlijk op 50 euro of ben je aan het cheaten? Ik zit zelf nog op 50 euro. Ik probeer elke september gewoon niks uit te geven. En tot nu toe gaat het altijd goed. Maar er zijn nog wat dagen te gaan. Dus wie weet kan ik nog een slippertje maken. Maar ik heb mijn hoofd op de juiste plek. Ik haal geen dingen die ik eigenlijk gewoon helemaal niet nodig heb. Kleren, schoenen, allemaal. Is allemaal overbodig deze maand. Dus het gaat gewoon goed. En heb je tips voor de mensen die meedoen aan stektember om niet door hun budget heen te gaan? Ik zou gewoon dingen kopen waarvan je weet dat je er lang mee overweg kan. Uh-huh. Ik gewoon eten dat je weet, je kan er maximaal 4 dagen mee overweg. Uh-huh. Gewoon dingen voor thuis. Ga lekker thuis eten. Vermijd geld uitgeven buiten. Uh-huh. Doe gewoon eind van de maand wanneer je weet van... Als je iets 3-4 keer kan kopen, moet je het gewoon doen, man. Als je 2 keer kan kopen, niet doen. Ik koop geen onnodige dingetjes. Ik ben zelf gestopt met jonkos, met sigaretten, alles. Ja, dus probeer zo min mogelijk onnodige kosten te maken. Ja, gewoon goed letten op je centjes, grote boodschappen doen. Als je op straat bent, je hoeft niet altijd wat lekkers te kopen, weet je. Koop het in de supermarkt en neem het mee op straat. Ja toch, thuis koken en niet op straat. En dat doe ik ook voor mezelf nu tegenwoordig hoor. Voor de kids. Ja, voor de kids ook toch. Zorg gewoon dat je goed zit je boodschappen en voor de rest. Eigenlijk hoef je niet veel uit te geven, geld uit te geven altijd. Man. Ik hoop dat mensen na september eigenlijk gewoon beter met geld omgaan. Bewuster worden van geld en ook bewuster worden van de waarde. Van geld en dat ze volledig voor hun doelen gaan, want dat is deze maand ook belangrijk, dat je volledig de beste versie van jezelf probeert te zijn. Dus ik hoop dat ze richting de beste versie van zichzelf gaan en vooral beter met geld omgaan.